Hallo jongens, meisjes van Tolkien's Gamer, welkom terug bij deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik namelijk reageren op een video waarbij kinderen, ja, gewoon letterlijk kleine kinderen gaan lopen stelen. En waar gaan ze dan lopen stelen? Bij bijvoorbeeld restaurants, winkels of bij hun fucking ouders. I don't know, we gaan het bekijken. Druk natuurlijk op dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En als jij deze week nog mijn merchandise bestelt, krijg je dus ook handtekening erbij van mij, Job, Soraya en Jeyoon. Dus doe dat natuurlijk snel. En ik heb er wel zin in, man. Ik heb wel echt zin om even te reageren op deze video. Ik heb het niet bekeken, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die kinderen het überhaupt gaan doen. Dus weet je, laten we het gewoon afspelen. Oké. Okay. Wat gebeurt? Oh, kijk, hier is een kind. Hier is een kind. Ik weet niet of jullie zien, maar hier is een kind. En die heeft letterlijk net gestolen bij een volwassen mevrouw. Oh, wauw. En hun werken allemaal. Oké, okay, en ze lopen nu weg met z'n allen. Kijk, letterlijk, dat kindje is waarschijnlijk, ja, ik wil niet zeggen dochter. Misschien wel, misschien niet. Ik denk de dochter van deze twee, een van deze twee mevrouwen of de tantes. I don't know wie de fuck dat zijn. Maar in ieder geval, ze hebben gewoon het kindje gewoon bij iemand laten stelen. En dan zijn ze uiteindelijk gewoon letterlijk weggelopen bij een restaurant. En dit is echt messed up. Want je verwacht natuurlijk niet van een kind dat hij gaat stelen. Maar nu, jongens, nu weet je er allemaal van. Hey, als er een kind achter je loopt, maakt niet uit of het zo'n mini-mens is. Je gaat gewoon verwachten dat hij gaat stelen. Oh, kijk, ik zie hier weer iemand die gaat proberen te stelen. Oké, wat ga jij doen? Een kleine mevrouwtje. Kijk, ze is al echt aan het kijken. Oh, ze loopt weg. Gaat ze nou, zeg maar, omlopen? Oh nee, ze komt weer terug. Wat doet ze? Oh mijn god, is dat het? Wacht, hè? Zit ze al in een tasje of zo? Wat? Ofwel, ik snap het niet. Heeft ze nou al iets gestolen? Ik heb het niet eens gezien. Ik heb het legit niet eens gezien. Wacht. Ik snap het niet, wacht. Oké, okay, ze loopt daar. Ze heeft al een tasje, toch? Oh, ze pakt ergens uit. Maar ik heb geen idee, weet je. Ze zijn zo goed. Ik heb geen flauw idee wat de fuck er zojuist is gebeurd. Anyway, oké. Okay. Weet je, zelfs ik heb het niet gezien. Laat doorgaan naar het volgende filmpje. Waar is een kind? Oh, daar zo. Dat jongetje daar zo, denk ik. Ik denk dat hij iets gaat doen. Oké, we kijken naar het cirkeltje. Is dat een telefoon? Ik denk dat het een telefoon is. Hij pakt de telefoon in zijn zak en hij loopt weg. En hij is out. Oké, wauw. En het is een of andere tech shop of zo. Wauw. Oké, hij heeft gewoon de telefoon gejat. Oh, daar is ook een kind rechts. Hij is met zijn pa. Oh, hij heeft het gepakt en hij is weg. Damn, ik vind het zo jammer dat ouders hun kinderen aansporen om dit soort dingen te doen. Ik kan het echt niet geloven, jongens. Shit. Is hij nou... Is dit een tram? Hij is er gewoon letterlijk ingesneakt. Ik wist niet dat dat ding open kon gaan. Wat voor tram of bus is dit? Is hij nou het geld uit het cachet? Oké, okay, en hij is weg. Wauw, dat dit gewoon zo open kan gaan. Damn, dude. Wat een... Het is nog 2016, hè? Het is letterlijk vorig jaar gebeurd, dit. En hij is weg. Wat een fucking rat. Wat een rat. Hier zijn allemaal bierflessen en zo. Wat doet hij? Oké, okay, wat is dat? Ik weet niet wat het is. Maar je weet niet eens of ze steelt. Oh jawel, kijk, nu kan je weten of ze gaat stelen of niet. Ik weet niet eens wat het is, man. Ik heb echt geen flauw idee, maar ik zag heel veel flessen en shit. Oké, en zo loopt ze gewoon weg. Wauw. Niemand verwacht die shit. Oh, daar is weer een jongetje. Wat doet die jongetje dan? Dat jongetje. Wat doet hij? Oh nee, uit die tas? Oh ja. Hij zit letterlijk te stelen uit het tasje van dat mevrouw. Wauw, waarom ga je stelen uit die mevrouw? Of wat? Nee, wat? Ik snap het niet. Wat de fuck is er gebeurd? Nee, hij stilde iets en hij stopte het in... Het tasje van waarschijnlijk zijn moeder. Zoiets gebeurde. Wacht. Kijk, hij stilt nu. Kijk, hij pakt. Hij schiemt. Ik denk dat hij... Nu, kijk, hij heeft het in zijn zak gedaan. Hij stilt waarschijnlijk. En nu stopt hij het in het tasje. Dat geld. En dan lopen ze samen weg. Dat is precies wat er gebeurt. Oh my fucking god. Ook nog moeders, weet je. Ik dacht alleen vaders. Nee, pot voor drie dikke man. Wat doen ze hier? Oké, okay, hier is een meisje. Echt een heel klein meisje. En... Het is een kledingwinkel of zo. Wat doen ze? Oké, okay, ze pakt achter... Ja, ze pakt geld uit hier, uit de kassa hier. Want hierachter heb je kassa. Oh mijn god, de muziek maakt me zo spannend. Maakt het allemaal spannend. Maar ze heeft gewoon geld gehaald. En ze gaan nu samen, hoppa, gezellig, weg. Wauw. Oh, hier weer. Is het nou weer hetzelfde geval? Want het is weer 2016. Is het hetzelfde jongen? Misschien is het serieus hetzelfde jongen. Is het hetzelfde jongetje? Ik heb echt geen flauw idee. What the fuck? En hij heeft het weer gedaan. Hij heeft het weer gedaan, jongens. Wow, hij is wel... Hij is 2 jaar of zo. Of zij is 2 jaar. Ik kan het niet eens zien. Wat is dat? Wat is dat? Ik heb niet eens gezien. Wat voor object is dat? Ik heb geen flauw idee. Is dat een telefoon of zo? Ja, ik denk dat het een telefoon is. En you're out. Ga maar gewoon wegrennen. Ga maar gewoon wegrennen, kleintje. Ga maar gewoon wegrennen en dat verkopen op de zwarte markt. Want dat is namelijk precies wat er gebeurt. Oké, jongens. Bedankt voor het kijken in deze video. Ik heb geen idee wat er zojuist is gebeurd. Like. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Niet te geloven dat het is gebeurd. Kinderen stelen gewoon duizenden euro's aan spullen en dat soort dingen.
ik ben teleurgesteld. Maar het was wel interessant om te zien. Ja, dat, zeg maar, dat ze het hebben weten te pakken op camera. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Like allemaal, abonneer op mijn YouTube kanaal. Dan zie ik jullie weer ooit.